Leo Klaver en ik ben voorzitter van deze biljartclub, de NAD in Zwaag. En wij bestaan al ruim 25 jaar, 29 jaar als het goed is. In februari 86 is de club opgericht, omdat er eigenlijk nergens op grote biljarts kon worden gespeeld. Emile Robert, ik ben hier algemeen wedstrijdleider. Nou, hij heeft al een hele hoop verteld over de KNVB. Nou, dat die wedstrijdleider wil zeggen dat je de voorwedstrijden, wat betreft de KNVB, dat je dat organiseert en zorgt, ja bijna, en zorgt dat er dus ook tellers zijn, schrijvers zijn, dat soort dingen. We hebben meestal zo'n per seizoen 24 pools, dus dat betekent dus pools van 6 mensen die dan hier komen spelen. Dat kan driebanden zijn, libre zijn en bandstoten. Daar is inderdaad echt een heel hoop werk aan. We hebben zo'n, nou, om en bij de 100 leden hier zo. Daarbij zijn niet allemaal dus lid van de KNVB. Er zijn ook mensen die dus op een gegeven moment gewoon overdag lid zijn voor overdag. Die gewoon lekker overdag gaan met de jacht. Ik woon in Grotebroek. Niet te verwarren met een Piet Rood in Zwaag. Die is ook lid. We hebben hier twee Pieten Rood. Dus dat wil af en toe verwarring geven. Toevallig dat jullie vanavond hier filmen. Moet ons team, zeg maar, waar ik zelf ook onderdeel van ben, maar vanavond wisselspeler ben. Spelen op de grote tafel. Wij doen dat met dit team al een aantal jaren. Wat leuk is dat we een jaar of 2 geleden speelden nog derde divisie, zijn we nationaal kampioen geworden. En spelen we nu 2 jaar in de tweede divisie, nationaal. Op zich is dat leuk, omdat dat hele sterke tegenstanders zijn. Dat zou je vanavond ook kunnen zien aan een aantal spelers die hier spelen. Dus dat is een voordeel, je kan van elkaar leren. Het nadeel is soms wel dat je ver weg moet, want wij spelen tegen verenigingen van Groningen tot Leeuwarden en van Vlaringen tot Den Haag ongeveer. Dus het betekent heel veel reizen en dat is soms wel wat bezwaarlijk, vooral voor mensen die ook nog werken en dat moeten zien te combineren. Ja, je ziet nu John Stavenuiten, die van Akiet gaat. Hij kan de druk van de camera's uitstekend aan. Zo te zien gaat hij hem binnen doortrekken. Je moet dan de derde band zien te raken. En ook dat is uitstekend gelukt. Kansje nog van geel? Nee. Dit is onze tegenstander van vanavond, Hans Handgraaf van Snip Biljarts. Thank you.
netjes gespeeld. Prima karambol. We spelen dus hier drie banden. Goed uit de klos. Netjes. Mooie karambol. En mogelijkheden voor vervolg. Ja, het was een lastige keuze van wit, had ook van rood gekund, maar gekozen voor deze bal. Wordt een bal die met tegeneffect wordt gespeeld, iets te licht ingetrokken, mooie poging. Maar laat wel wat moois voor de tegenstander liggen. Lastig bij deze bal is om hem uit de klos te houden. Ja, ontwijkt net de klos en karambol. Probeer te berekenen op de diamonds, de stippen die op de biljart staan. Een hulpsysteem voor de spelers. En dat scheelt maar heel weinig. Had wit net moeten pakken. En onderweg klas voor klosgevaar. Maar ook hier is op de verdediging gelet zou te zijn. Dat gaat elkaar ontmoeten. Dat is een gelukkige bal. Mooi geraakt, helaas net mis. En daar is hij helaas. Proberen met een piqué of een massé drie banden te bereiken. Ik denk los door de hoek via rood. Klos met rood, mooi ontweken. Ziet er goed uit. Prachtige bal. Bravo. Ook hier moet rood goed worden ingezet om de klos op wit te vermijden. Zet hem ook dik in. Prima geraakt. Op deze tafel moeten de beide spelers 40 karambol. Ik zie dat er een switch is gemaakt naar de andere tafel. De toelichting voor net horen nog bij de andere tafel.
Stevige intrek op rood. Goed ingezet. Klos gaat hij doen. Hij pakt hem toch net weer weg. Desondanks toch nog bijna raak. Jacques Peureman nu aan stoot. Karambol. Hier zien we de andere tafel weer. Snij op rood door het hoekje. Kom dichtbij. Oftewel volledig raak. Mooi gespeeld. Goede kans op vervolg. Kom dichtbij. Volledig raak. Mooie bal. Korte band, lange band. Lange band, korte band. Iets te zwaar ingezet. Lastig bij deze bal is dat rood dicht aan de band is geklemd. Dat maakt het zoeken van de derde band wat lastig. John zal hem waarschijnlijk netjes en rustig spelen. In die zin dat hij probeert zo min mogelijk achter te laten als hij mis is. Speelt hem heel rustig. En wacht op de volgende betere bal. Dit soort ballen, ze zijn maakbaar, maar als je 1 op 10 haalt, dan ben je al spekkoper bij dit soort ballen. Ja, ook hij laat de bal rustig bij rood. John zet hem laag in via rood en probeert hem dun rond te krijgen. Mooi geraakt. Als hij niet achterom gaat, en dat doet hij niet, is dat een mooie bal. Heel beheerst weggestuurd. Dat was jammer, goed maakbaar, helaas net mis.